Hey, leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe GTA-video. Ja, geen livestream vandaag, maar we gaan lekker, we gaan lekker even een keertje zo gamen, hè. Lekker gemak, op ons gemakkie, lekker rustig, zonder dat er kijkers bij zijn. En ik heb ook bij me vandaag Robje. Hoi. Ja, wat spannend toch, hè? Een keertje zonder kijkers erbij. Ja, een keer zonder kijkers, gewoon een keer lekker rustig. Rustig avondje. Want kijkers zouden dan ook denken, weet je, dat is een beetje vreemd, hè? Waarom is dat privé? Ja. Ja, omdat ik het nou aan het opnemen ben. Ja, daarom. Daarom. Ja, het hoeft niet elke keer dat je steeds livestream, weet je wel. Nee, daarom. Kijk, het opnemen is ook wel leuk natuurlijk. Ja, dat is ook wel leuk, hè? Kun je het een keertje zo bekijken, hè? Dat is niet niks. Ja. En dan doe ik het weer, hoe heet dat? Doe ik het, hoe heet dat? Eerst livestreamen. Ja. En dan doe ik het opslaan op mijn computer. En dan kan ik gewoon een video ervan maken. Ja. Yep. Dan bewerk ik hem en dan zet ik hem weer online. Dat is een keertje weer wat anders. Yep. Dat is een keertje anders. Ja, weer een keer wat anders. Video niet beschikbaar. Deze video is privé. Ah. You got the details on that car? It should be parked and waiting for you. Just get it back to the warehouse in relatively good shape, and we're good. You got the details on that car? Zo, ik hoor hem eigenlijk dubbel. Beetje irritant. Ik hoor hem eigenlijk een beetje dubbel, dat is irritant. Eén persoon mag wel. Want zo lang blijft ze niet. Oh, het is een vrouw, hè, die heb. Nou, drie keer rijden wie dat is, hè. Ja, hij mag geen happy, hij krijgt toch geen happy end ervoor, dus. Eigen hond! Ja, hij mag het niet, hè. Oh. Ja. Oh ja, ik ben trouwens ook weer auto's aan het verplaatsen geweest en zo. Oké. Okay. Doe je goed, hè, doe je goed. Echt alle sportieve auto's die staan in office garage 1 en alle iets mindere auto's staan in office garage 2. Nee. Maar ja, op een gegeven moment heb ik dadelijk zoveel sportauto's dat ik... Dat je niet eens weet van wat je ermee moet aan moet en wat je... Nee, maar dan moet ik dat ook weer verplaatsen, maar dat is voor latere zorg. Ja. Maar ik doe een beetje de belangrijkste garages in één. Want dan kan je wat makkelijker die auto's pakken. Als je dan een auto nodig hebt, dan weet je van, oh, die auto is daar, die auto die heb ik daar zo. Ik doe een beetje... Waar staat die auto dan nergens? Oh, die auto staat hier. Ik denk, waar staat die auto? Die auto staat daar. Ja, en de bom aan boord, hè. Ah, mooi, hè? Nee, dat is niet mooi, hè. Ja, doei, daar heb ik graag geen zin in. Ik moet boven de 90 km per uur rijden. Want zeg maar auto caduc. Ja. Mijn auto zegt kaboom dan, kaboom. Oh. Ja, dat moet ik ook niet hebben. Ben ik aan het rijden, maar ik moet toch iets harder rijden, want anders dan gaat hij ook nog af. Oh,
Oeh, fuck. Zo, dat scheelde niet veel. Nee. Ik moest even een hele omweg maken, want ik werd bijna gecrashed door een auto. Oké. Okay. Oh, ik ben op de helft. 1 minuut gehad, nog 1 minuut te gaan. Mooi. Zo, fuck you and your family, zegt hij. Wat een teringlei, hè? Oh, kut. Ja hoor, en we schade. 5,49. En die bom piept. Ja. Daar ben ik bijna vanaf nou. 2, 1, 0. En de bom is weg. Nou, 549 maar. Dat is echt weinig. Mhm. Sterling GT. Nee. Zo, even op naar huis brengen. Maar. Ik ga eerst even wat extra geld zorgen dat ik wat extra geld heb. Ik denk dat ik nu niet genoeg geld heb om die auto weg te brengen. We're adding that car to your database. Nee. 3773, dus dat ga ik nooit redden. Request personal vehicle doe ik dan even. Ja. Vertunteren. Ja, maar dan kijk weer extra geld. Ja. I remain. Waar ben je, mooie pannenkoek? Waar ben je, mooie pannenkoek? Pannenkoek. Daar ben je dus. Daar was je dus. Daar was je. Oh, hij zit achter dit gebouw. Ja, hij zit achter dit gebouw. Ja. Hier zit hij, kijk. En daar is de eerste. Nee, mijn tweede al. Was het. Mijn tweede al. Ik heb er nog 2 te gaan nou. Oké. Oh, daar ben je van de koekie. Miro. Miro. Weer een target van de kleuter. Heppa. Nou, heb ik er nog maar eentje. Heppa. Ik heb er nog maar eentje.
Oh, vlak bij de wapenshop. Yep. Oh, dat heb ik hem al gehad. Hij is daar even leuk. Dag. Hij was... Ah! En dan ging hij zelf dood. Ja! You die. You die, motherfucker. Yeah, man. You die. Damn! Damn, zegt hij. Ja, dat hoor ik. Damn. Echt hè? Echt hè? Dem hero. Hey, hij is ook dem. Zal ik even trap geven? Damn. Ik maak hem helemaal kapot. Ik maak hem helemaal kapot. Geef het een plekje. Ja, geef het een heerlijk plekje. Hè? Geef het een heerlijk zacht plekje. Ja, doe het regent in GTA. Lekker hè. Nou. Lekker hè, lekker regenbuikje. Oh. Hé, waar staat dat ding nou? Wat? Legt hij ergens bovenop of zo? I don't know. Wat? Je puffel? Ja. Weet ik niet. Ik sta vlakbij mijn oppressor, maar ik zie hem alleen niet. Nou. Nu sta ik er bovenop. Dan moet hij toch hier ergens boven leggen, denk ik. Ja. Nou, weet je wat ik doe? Ik doe het gewoon makkelijker. Ik ga gewoon niet zoeken. Ik ga gewoon even een auto jatten. En dan rijd ik gewoon even een stukje verder. En dan doe ik gewoon van request personal vehicle. Dan heb ik hem weer terug. Ik hoef niet helemaal te zoeken. Nee. I'm totally freak. I'm gonna hurt you. Shit. Shit? Ja, dat zegt hij. I'm gonna hurt you. Shit. Oké. Zo, maar ik kan in ieder geval eerst de auto even ophalen. Zo, hier. Oh. Gelijke botsing. Als het goed is, moet ik nou al mijn auto kunnen ophalen. Ja, delivery progress. Mooi. Geef mijn oppressortje maar weer terug. Ja, geef het een plekje. Geef mijn oppressortje. Geef het een plekje, ja. Geef mijn oppressortje. Oppressort. Kijk, doe ik niet helemaal te zoeken. Ik sta nog steeds te draaien, man. Er staat te drinken. Hey, hoe kan dat nou dat er twee aan het kijken zijn? Huh? Hij staat op privé en ik zie twee mensen aan het kijken. Hé, hoe kan dat? Ja, dat kan helemaal niet. Nee. Nou, als privé is het op privé, dan kunnen er geen kijkers... Nee. Vreemd. Echt vreemd is dat. Ja. Ja, of weer. Iemand kijkt op het scherm en die ziet staan, hey, privé video. Ja. Dat kan ook. Oké. Top Grinch. De Sterling. Wat Sterling? Oh, die waren. Ja. Moet wegbrengen, de Sterling. Ik ga weer eventjes...
Een promotie doen, hè? Club promotie. Ja, ik ga even die auto even wegbrengen, hè? Aha. Ja. Goh, wat een lekker weer was het vandaag. Yo, lekker, hè? Bit of a celebrity, actually. A celebrity, hè? Hoe? Oh. Je moet nou gaan halen, hoor. After what we put into this one, we don't want it to go wrong. Take the car to the sale, and if another crew comes after it, do everything you can to stop them. Yep. Okay, doen we dat. Nou ja, gelukkig zit niet altijd heel aan. Nee. Geen zin in. Geen zin in lekker geld verdienen. Nee. Ja. Lekker geld verdienen moet ik, hè. Ja, doe het ook, hè. Make some money. Money. Ja, ik moet nou onderdelen gaan sparen, hè? Dat ik mijn auto weer een beetje kan pimpen, hè? Ik heb me wel aardig wat auto's te pimpen. Ja. Ik heb weer aardig wat auto's te pimpen nog. Wil. Ja, 3. Nee. Ik heb nog 3 auto's die ik moet pimpen, dus. Aha. Mooi man. Dus daar moet ik ook weer geld voor hebben. Korte broekje om, lekker hoor. Net als vandaag op de kant 25 graden geweest. Ja, morgen wordt minder. Ja. Ja, morgen wordt heel wat minder, ja. Beetje lullig. Beetje lullig. Maakt ook niet uit. Je hebt lekker. Ook lekker hoor. Zo, komt zo door die tuut. Moest dat nou? Ja, ik moest heel nodig. Hij moest heel nodig even uit. Hij kriebelde een beetje. Of heb je hem niet betaald, dat kan ook. Ja, dat had hij ook niet. Nee, dan moet je dat gebruiken, hè. Ah, dat is die met die rot ding naar beneden. Met dat rot dingetje naar beneden, weet je wel. Oh, die. Yep. Nou, allemaal aan de kant. Ja, allemaal een beetje aan de kant. Ja, zo, de eerste 100.000 heb ik alweer. Ik ben in ieder geval alweer boven de 100.000. Oh, mooi. Kijk, huppakee. Lekker. En dan probeer verder te gaan sparen, hè? Ja, ik moet 3 auto's nog pimpen. Dus dat ik dat weer allemaal bij elkaar heb gespaard, heb ik ook wel weer wat geld nodig. Ja.
Ben benieuwd hoeveel ik erbij Well done out there. The money's in the bank. Ik heb nog 1,4 nog nodig. Die is dood. Ah, heb ik nou gekild? Ja, die heb ik gekild. Dat mannetje heb ik gekild. Ook zielig. Wat zat daar nou? Waar? Oh, dat is zo'n afvoerpijp, want regenwater. Ik denk, wat staat daar nou, joh? Ja, je dacht dat het wel wat anders was. Ja, ik dacht dat het een mannetje was. Oh. Maar het is gewoon een buis voor het regenwater af te voeren. Oké. Hier, er net regende het, nou is het weer prachtig weer in GTA. Ja, dat klopt. Er net regende het keihard. Yep. Blikje, blikje energy. Ja, blikje monster, hè. Monster, hè. Ik heb altijd die van de Lidl heb ik altijd. Kijk. Die gele Kongstrong. Mm-hmm. Lekker blikje energy, hè. Ik heb ook een lekker blikje energy gepakt daar. Ja, ja, lekker ja. Blikje Kongstrong. Een beetje energie nodig, hè? Ja, een beetje energie, hè? Dan halen we de... En energy. Energy. Ja, man. La 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 la. Wat deed je nou? Ik deed je roelie. 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 Van Frans, hè. En Frans, hè, van de... Roelie. Ja, en van de... Ja. Huh? De T20 moet ik hebben, de T20. Play the Devil. De Value Top Range. Zo, bruh. Ja, sorry hoor, ik kom door die blik hier. Ja, dat heb ik ook altijd. Wee, hoofdje naar beneden rijden, gaat toch snel omhoog. Ja, we hebben genoeg gelachen. Maar het was wel lachen. Ja, dat dan weer wel. So, thanks to stupid thieves and social media, Sekiro served trace this stolen car to a race meet. Get up. Oh ja, je moet racen. Oh. Kan ik beter die Karuma gebruiken, denk ik. Mhm. Nee, meeting. Dus dat is een ding. Ik pak gewoon wel mijn... Nee, voor mij is geen race meet. Dat is zo'n... zo'n ding. Car meeting. Oh, nee, ja. Zo'n car meeting, ja. Weet je wel. Mm-hmm. Dat is een car meeting. Hey, ik ben van mijn bounty af. Yay. Yo. Ik ben van mijn bounty af. Hoi. Hey, 3000 ballen. Mooi jaar. Ja, dat heb ik ook in de pocket dus, hè, die bounty. De bounty. Ja. Ja, ik had een onbevoegd autootje gestolen, hè. Oh. Kijk, kreeg ik een melding van, ja, je screw, die krijgt een bounty op je kop, ja. Oh.
Mag ook niet, hè? Je mag niet zomaar auto's pikken. Dat doe ik ook nooit. Nee, nee. Nou, je vraagt het altijd eerst, hè? Ja, ik vraag het altijd. En als hij dan zegt... Nou, en dan pak ik het. Ja, en als hij dan zegt van... het mag niet, dan pak ik hem alsnog. Ja. Dan gaan ze irritant agressief. Ik zeg, mag het of mag het niet? Nee, mag het niet. Nou, dan pak ik hem alsnog. Ja, sowieso. Staat de shake hier. Dat zei je mama ook. Zei je mami ook. Popje. Zo. Popje. Dat zei je mama ook, Popje. Nou. Waarom nou? Zei je mama ook. Ja. Sorry. Zo'n car meeting, hè. Ga dan staan. Hey Ramon! Kom op, hè, van tuut. Hey Ramon! Civilians out doing laps with this car. Stop the race, get the vehicle, and take it back for work. Hey Ramon! Er zijn toch wel weer gasten dadelijk achter me aan. Als het goed is. Ja, er komt dus al. Ja. Ja, eigenlijk schade door die klootzakken. Kut, en toen was ik zo dood. I saw it, you died. Zo, boom. At the buck. Godverdomme man! Ben je dood? Ja joh.
Die klootzak die zit gewoon achter een boom en dan schiet hij op me. Maar ik kan niet zien waar hij zit. Zo, daar zit hij. Stel nou scherp. Zo, deze wapen stelt niet scherp. Wat een kutwapen, jongen. Deze wapen stelt niet scherp. Ik ga naar achter die zwarte auto staan. Juist. Ja, rot op man. Ik sta achter die auto en ik word gewoon gekild. Mm-hmm. Dat is echt gewoon niet eerlijk. Rot op zeg. Zegt hij, zo. Achter die auto, ja, ga daar staan. Dan valt een dombo. Zo! Nou, ik kom vaak 34 schade. Godverdorie. Hier, nou 404. Oh, goodbye, ja, jij goodbye. Oh, daar sta je. In je dikzak. Ja, we verder met een hele dikke buik. Oh. Joh, ze rijden expres gewoon tegen mijn auto al, joh, die klootzakken. Mijn auto die stond helemaal aan de kant. Nou staat die auto gewoon midden op de weg. En dan rijd je er tegenaan en dan krijg ik schade. Ik heb nu al 5000 schade al. Wat? Ja, omdat ze tegen die auto aanrijden. 5,5 schade heb ik nou al. Ze lopen elke keer tegen die auto aan te bumpen. Nee. 54-14. Ja, tuurlijk! Wat doe je nou, joh, Mogol? Nou, jij moet in ieder geval ook terug naar de garage, want als je de pak over gaat in je auto nou. Dat heb je als je tegen me aanrijdt. Ik wil even wat schade aan jouw auto maken. Dan kost je weer geld. Mooi, hè? Ik schade aan mijn auto, jij schade aan je auto. Oh, dan moet ik wel weer 5 kilometer helemaal terugrijden. Wel weer een end te rijden dit zeg, jeetje. Ja. Ja A. Ja A. L A. Oh allee. Oh, dan rijd ik weer verkeerd. Daar gaan we rijden. Ik kan mij het schelen. Zo, die zon is irritant. De zon is laag. Dat is wel irritant, ja. Ja, la 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 la. Wee.
dak op je... Oh ja. Ja, ik rijd vlakbij jouw vehicle warehouse. Hey. Ik moet eventjes 2 kilometer verder rijden, dan... Bom. Ja joh, en nog een keer schade, 54,63 nou al. Ja, ik ga er even expres bovenop je rem staan, terwijl ik achter je rij. Klap ik er dadelijk bovenop. Nou, 54,63 schade. Zo man. Nou, val mee. 5,463. Oké. Ah. Nou, hij is binnen. Nou, mooi hè. Mooi hè. Heb jij weer gemist hè? Oh, je staat er zeker zeker. Ja, zei je moeder ook. Nou. Zei je mama ook. Nou. Zei je mami ook. Nou. Nou. Is niet wijd. Nou. Ja. Wat? Nou, is niet wijd. Oeh, wel lekker op zijn tijd. Nou. Ja, wel lekker op zijn tijd. Nou. Nou, en dan ben ik gelijk van mijn 100.000 af gelijk. Ik heb gelijk weer meer... minder nou, wat ik weer zo'n schade heb gehad. Ah, 2,5 minuut. Valt nog mee. Nou, mooi hè. Ja, heb jij weer gemist hè? Oh, sta jij te shaken dan? Staat te shaken hier ook. Dat is mooi hè. Ik ben nog lekker één energy blikkie, lekker. Lekker energy blikkie. Ik heb wel trek in een lekker energy breakie. Lekker toch. Zo. Neem nog een lekker energietje. Energietje neem ik nog even. Energietje. Oeh, zo. Oeh. Zo, moet nog uitwijken, zeg hij. Ja. En is het maar een beetje ook. Ik heb een beetje gedwongen op de andere kant, op de andere helft van de weg te komen. Ja, echt soms, hè. Hey. Ongelooflijk. Ja, om je auto's tegen gaan ze ineens opzij, weet je. Ja, dat is echt irritant is dat. Dat heb ik ook heel vaak gehad. Je moet echt opletten, hoor. Zo, weg. Of, ja, niet alleen de snelweg, maar overal. Ja, mooi. Hey, daar heb je gewoon skia. Ja, mooi. Monsieur Rebolda. Ja, gelukkig is mijn visite nou weg, hè. Dus dat kan ik nou vooral. Ja, we hebben weer een happy end gehaald. ook mooi. Oh ja hoor, hij heeft weer een happy end. Zie, ik zei het toch, Rob? Hij heeft weer een happy end gehad, hoor. Oh, Ramon, hè, van de happy end, hè. Oh, een happy end dat hij heeft, jongen. Misschien niet helemaal, maar een beetje een soort van dan... Ja, hij heeft wel een happy end gehaald, hè. Hé, Ramon! Ramon, hè. Nou, ik heb eigenlijk eerder haar plezier dan als zij mij... Huh? Al vind ik het ook niet... Oké, dit is too much information. Ja, precies. Wat zullen de kijkers er niet van zeggen als ze dit horen? Ja, wat zullen de kijkers er wel niet van zeggen? Ja, precies. Ja, dat is ook weer zoiets apart. Dat is niet goed.
Nee, die zullen dan denken van, waar hebben we het dan over? die denken eerder van, wat een vies mannetje is hier, Ramon. Dat valt wel mee. Ja, ik heb ons eigen meegemaakt, hè. Ja, ik hou het gewoon een beetje redelijk netjes. Ik hou het gewoon een beetje redelijk netjes. Ja, allemaal netjes dat hij het houdt. Ja, mooi. Nou, wat netjes zeg, hé. Goh. Als we maar zo'n goede dingen maar hebben. beetje goed. Helemaal weer toppie, en joppie, moet ik maar zeggen. Dan heb je dat die heb, jongen. Ja. Maar de wil is iets weg, ook, zullen we zeggen. Het is weer helemaal weer super. Ja. Ook weer niet niets. Tut. Hey, gewoon. Tut. Oh, ja, dat is goed. Even een adoring hebben kunnen houden. Zoals zelf inderdaad even een adoring accepteren. Dat is ook heel goed. Ja, dat is goed, hè. Ja, dat is niet niks, Nee, ja, en ik niet dat dit is, dat we zeggen. Ramon, hè, van de Happy End, hè. Ja, ja. Hey, Ramon! Ramon, hè, met Happy End, hè. En de Happy End dat je hebt? Hij heeft het niet gegeven, hè, heb je juist gekregen. Oh. Ja, lekker Happy End, hè. Of allebei, hè, zullen we zeggen. Lekker, hè. Eerst krijgen en daarna geven hij die een ander plezier. Leuk, dat kunnen we weer op zijn rug aan de wezen. Dat is niet Nick, hè. Appartementetje, die raar vallen. Dat is een domme groezetje. Nou. Is niet wijd, kwijt. Maar wel lekker op zijn tijd. Ja, maar dat ook dat het lekker op zijn tijd. Mooi, hè. Dat is niet gek, hè. Mijn vriend van Ramon, hè, dat, hè. Ja, de volste vriend, hè. Nee, helemaal geen volste vriend. Het is meer een eerste klas, hoe zou ik het noemen? Een eerste klas bosbouwer. Nou. Ik ben wel aan het opnemen, hè. Ik ben wel niet live, maar ik ben wel aan het opnemen, hè. Dan kan ik ook weer knippen, dit, hè. Ja, moet je knippen. Ja, ik wou het ook maar niet al te erg maken, maar... Rabolda, van de Happy End. Van de massage met Happy End, hè. Ja, dat ook. Massage met Happy End. Een Happy End dat hij krijgt. Ja, dat ook. Oh, wauw. En heb je wat wat is? Ja, maar nou wordt helemaal happy van, jongen, al die Happy Ends. Ja. Ja, heb jij weer gemist, hè? Gemist als het hebben, zo zeggen. Oh, staat een shake hier. Ze shake wat te doen. Zijn je moeder ook? Zijn je mama ook? Oftewel, dat zijn zijn mama ook. Ja, zijn je mama ook, gisteravond. Ja, doe. Eigenbom! Eigenbom! Oh, hij is helemaal niet happy, hoor. Ja, mooi, hè. Ja, dat is helemaal zijn element, hè. Ja, dat is helemaal in zijn element, jongen. Ja, als je eenmaal blij bent, ja... Hé, ik zag een bekende hier langs de kant van de weg staan. Oh ja, dat is ook mooi, hè. Zo, ik maakte even een hele domme... En toen moest ik uitwijken voor een paar paaltjes van die verkeersborden. Want anders dan had ik weer schade gehad. Dat was niet zo slim van wat ik nou net deed, maar ja... Je hebt gelukkig hersteld. Gelukkig geen schade. Ja, dat is, zo, nou, voor weer... hetzelfde geld heb je schade. Mm-hmm. Dan nog een beetje goed ding hebben, zonder ze. Ik heb maar muur gelezen, hè. Mijn muur gelezen. Nou, mooi, hè. Is niet gek, wel goed. En ook van Ed. Ja, dat ook, hè. En ook... Ik krijg hem al zo. En ook... Mooi, hè. Ja, mooi. Hé, hoe kan dat nou? Ik rij helemaal verkeerd. Oh, hier moet ik wijzen.
En binnen. Dat is boeiend. Nou, mooi wat het is, hè? Dat is niet iets. De route van Ed. Is boeiend. Even checken zo, Piet. Ja, zo, Piet. Kijk, kom ons ook binnen. Rammel is binnen. Dat is mooi, hè? Ja, Ramonski, ja. Monsieur Ramonski, ja. Dat is mooi, dat is ook weer super. Even checken en wie zijn we? This is... Oh, is dat voor die winkel even overvallen? Even kijken, zo, piep. Zo. Helemaal super. Maar ja, buiten alles was het weer geslaagd. Oh, kiet hem met de geld. Kiet je hele toko aan gooit. Het was weer even... Oh, kiet hem met de geld. Geslaagd dagje weer vandaag, dat was mooi. Ja, we zijn alleen dag niet meer geweest dan. Ja, het was weer even geslaagd dagje weer voor vandaag. Dank u wel voor het geld. Dat was mooi, ja. Geslaagd dag. Ja, geslaagd dag, hè. Ja, je geslagen, hè. Ik dacht van geslaagd dag. Ik heb ook geslaagd. Dan moet ik niet meer denken, maar... Hij is een flink geslagen vandaag, hè. Ik ben Ramon, dus nou, ja, nou weet ik het. Dus je bent zo'n mannetje, jij houdt een beetje van, SM hou je een beetje van. Ja, hij wordt geslagen. Nou, dat is, Ramon houdt een beetje van, kinky houdt hij een beetje van, hè, dat hij geslagen wordt, hè. Ja, dat heb ik niet. Dat heb ik niet. Dat heb ik niet van. Krijg je even een pak op zijn blote billen van de. Ja. Van een van de regieten. Nou, nee, dat is niet gelukkig. Ja, wel, ja, wel. Dank je. Ik heb het behouden. Ik was van dat ze op mij doet. Spanking, jongen. Ja, Ramon die houdt een beetje van spanken. Ah. Bij mijn vrouw kan ik het beter doen als dat ze van mij dus. Nee, nou weet ik het. Ah, jij bent er dus zo eentje. Aha. Helemaal, ik val mij zo erg ben ik helemaal niet. Noem maar zeggen. Gelukkig heb ik daar nog niet eens de spullen voor om ja, wel. Daarom lagen al die zweepjes vele keer bij jou in de slaapkamer. Aha. Ik keek een keer stiekem keek zijn slaapkamer in. Daar had hij de deur open staan. Dan keek ik naar binnen. Zag ik allemaal van die leren zwepen en zo. Nou, dan moet ik die best wel zo maar zeggen. Ja, je bent dus zo'n mannetje. Oh. Ja, het is goed dat we dat weten. Nou, je weet het, Rob. Nee, een beetje kinky gozer, joh, die Ramon, hè. Dat had ik niet verwacht van hem, hoor. Nee, ook niet. Nou, gelukkig mag ik wel weten dat ik zo niet ben. Ik zou wel meer heel eigenlijk, maar goed. Een beetje sadomasochistisch is die. Lief niet, hoor. Lief niet, hoor. Een beetje spanken en zo. Op die, krijgt hij een beetje klappies en zo, weet je wel. Dan hou ik wel liever bij je massage en er is wel een mikmak. Nee, aha. Nee, het is goed dat we dat weten, Ramonski. Nee, dat is een beetje niet. Gelukkig mag ik wel weten dat ik zo niet. Ja. Ben je er dus zo eentje? Nee, gelukkig niet. Dat heb ik minder. Het kan maar weer mooi bezig. Hebba. Hebba. Jij zit er, hebba. Ja, hij er. Oké. Of helemaal geen hij er. Gelukkig. Alweer niet met z'n. Hey, Ramon! Dat is weer niets, zullen we zeggen.
En de route van Ruud. En ook en de route van mij is moeilijk. Ja, krijg er een als een vleeskroket. Ja, zoiets. Nou. Oh, er staat Ghost Hunter weer, hè? Ja, dat is Ghost Hunter. Doei. Maar dan is het alleen dan Monsieur Ghost Hunter, hè? Ja, en de Ghost en op een gegeven moment jagen wat hij doet, joh. Dat is zo'n Monsieur-co-santer, hè? Monsieur, hè? Oh, politie. Gezellig. Dat is niet niets. Oh, daar ook. Het. Hier naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar beneden. Ga nou naar beneden. Ja, dag, ga nou maar hier staan dan. Oh, wat heb je weer moeilijk te doen voor niks. Ja, dat heb je weer moeilijk te doen. Voor Noppie. Waar ben je dan? Waar ben je dan, oude koekenbakket? Ah, daar ben je, oude koekenbakket. Hier, kogel door je kop heen. Hier. Kom dan. Hartstikke kom dan, poelen. Drop de weapon, hier. Kogel door je hasses. Poelen, dat is mooi, hè. Dat is weer niet niks, hè. Maar die hulp is weg, hè. Even checken, in mijn doodje. Super, de super. Even jaggen en weer zoeken. Nee, joh, niet in die politiewagen stappen. Maar die hulp is die weg, ook. Ja, dood. Jongen. Ik kan nog eens normaal in die auto stappen, want ik word al helemaal de tering geschoten. Daar word je niet vrolijk van. Ja, tuurlijk. En mijn pus nog weer komen in beslag genomen. Tuurlijk. Ja, daar word je niet blij van. Dat is een beetje minder. Een beetje minder mooi. Een beetje foute shit, als ik maar zeggen. Ja, mooi hè. Oh, nee, dat is niet mooi, Rob. Nee, dat is even niet zo mooi. Dat is een beetje... Nou. Dat is een beetje meer niet mooi, hè? Nee. Nee, ik vind dat niet mooi, nee. Normaal gesproken... Ik vind het mooi. Normaal gesproken zeg ik altijd zo... mooi. Normaal gesproken zeg ik altijd mooi, hè? Maar daarnaast is het een keertje niet mooi, hè? Dat is even iets minder, hè? Wat minder is, is minder. Hup, gelijk alweer 3 Waltersterren. Tuurlijk, chef. Tot nu toe heb ik hem nog wel, maar voor langer duurt het, weet ik niet. Nou, dat is even mijn hand. What's up, pal? Hup, en... No problem. I'll get him off your back. 1592. Ah, dat valt nog mee. Valt nog mee. Een minigomeentje. Minigomeentje.nl. Even checken. En we zullen het niet... Ja, nu heb ik 1788. Oh, die, gaat hij gewoon kaart tegen een stilstaande auto knallen kaart op. Ook lekker bij de hand. Lekker in de dag. Ja. Echt helemaal nergens voor nodig. O ja. Nee, dat is niet mooi. O ja. Nee, dat is niet mooi dat ik tegen een stilstaande auto een knal. Dat is dom hè. Dom hè. Ja, dom hè. Dat was meer niet mooi, hè? Ja, dat is dom, hè? Ja, een beetje iets. Ja, heb jij weer gemist, hè? Ja, gemist als het hebben. Oh, staat de shake hier. Ja, dat zei de mama ook. Zei je moeder ook? Zei je mama ook? Ja, dat zei ze. Dat zei ze papi ook. Dat zei ze papi ook. Dat is mooi, hè? Hey, Ramon! Ja, mooi, hè? Tutututut, hè? Ramon, hè? Van tutututututut. En de route van Ruud. Ja, van Ruud, dat is even niets, hoe zeg je? Niet van meentje.nl. En waar hij binnen is, is helemaal super. Even pieken, hè? Zo weer pieken, hè? Tappen die flap die door het kenman. Tuut. Mooi hè. Tet. En waar je wil is er weg. Super de regen. Tuut. Dat is mooi hè. Dat is mooi hè. Zo. Ik ga gewoon af en toe zo. Tuut. Mooi hè.
Mooi, geloof ik. Mooi. En het is allemaal niet niks. Mooi. Hey, Ramon. Ja, mooi. Toet, toet, toet. Dat is mooi. Toet, en we gaan even verder. Dat is mooi. Level 425 ben ik nou. Dat is niet verkeerd, hè? Dat is niet niks. Ja, mooi. Dat is niet niks, hè? En die niks dat het is. Die pillenvent. Nou. Is niet wijd. Die loser, hè? Nou. van de loser van zijn eigen groepje, hè? Mooi, hè? Niks, dat is niet Nick, hè? En ik zei dat dit is. Helemaal super. Zo horen ze een tijdje niet en zo horen ze opeens weer een keertje, hè? Via de WhatsApp. Hè? Wie? Eva, mijn ex Eva. Oh, Eva Bruin, hè? Ja, Eva Bruin. Nou! Okay, that sounds like your warehouse. You've got to use your secure assert terminal. Veel, of weer niet niks. Tuut. Ja, dat is mooi. Hey, Ramon! Ja, dat is mooi. Ramon, maar van de Happy End, hè? Ja, en heb je wat hier? Oh ja, mijn auto die was nog in beslag genomen. Ja, ik ga deze dus even mijn auto eens even terugjatten, want daar word ik helemaal gek van. Dat is niet niks. Ik ga deze mijn auto eens even terugpikken. Niet niks momentje. Ja, dit is een vrachtwagen die we nog niet hebben. Dat vind ik kut rijden, een vrachtwagen. Veel te traag en veel te groot. Ik moet gewoon een personenwagentje hebben, dat is veel makkelijker. Maar ja, die staan er weer niet, want er staan alleen maar vrachtwagens hier. Oh, hier staat een personenwagen. Ik neem gewoon deze auto, hoe kan jou het schelen? Zo, even een autootje jat. Even checken. Even checken, hè. Zo gepiept, hè. Even piepen, zo gecheckt, hè. Ja, dat ook. Dat is weer mooi, ja. Superieur, hè. Dat is mooi, hè. Hey, Ramon! Ja, dat is mooi, hè. Ramon, hè. Ja, dat is ook super. Ramon, hè. Van tuut. Hey, Ramon! Ja, dat is mooi, hè. Dat is niet niks, hè. Dat is mooi, hè. Even een potje boer, hè? Ja. Potje boeren? Ja. Potje buren? Is mooi, hè? Potje buren? Ja. Potje buren. Ja. Ja, je bent toch geen boer? Rob is PSV-supporter geworden, hè? Hij is lid van de boeren. Ah, je bent toch geen boer? Hoewel, nee, nee, ja, hij is lid van de boeren, hè? Nee, dat ook niet. Ja, PSV, jij niet boer. Ja, nou gelukkig niet. Ja, ik bedoel, ik zat al niet in ieder geval. Ik zat hier gewoon niet. Ja. Helemaal super, hè. Ja, mooi, hè. Heb jij weer gemist, hè? Heb jij weer gemist, hè? Oh, staat de shake hier. Zijn je mama ook? Ja, mooi. Zijn je mama ook? Zijn de mami ook? Zijn je mami ook? Oh, sorry, ik krijg de slagboom eruit. Ik geef de slagboom eruit, hè. Maar super, hè. Mooi, hè. Nou, ik denk dat de NS dat niet zo tof vindt, dat ik de slagboom eruit rijd. Maar ja, joh. Nee, kleine geitje, nou, blijf jou. Yep. En dat is super, hè. Hier, vuile stuk map. Dankjewel voor het terug. Zo, ik heb mijn personal vehicle weer terug. Dat was stom te doen.
tot... Ik wou gewoon mijn personal vehicle weer terug hebben. Dat is weer niet... Kijk, dat is ook wel weer een ding wat ook wel weer heel mooi is. Dan zie je zo Eva zeggen, Eva die zie je zo zeggen op de WhatsApp van ja, onze vriendschap die wil ze dan niet missen, maar voor de rest ja, het zal voor de rest geen relatie meer worden, maar het is alleen nou. Maar vriendschap. Dan wil ze gewoon wel een vriendschap blijven houden en ook verder, dat wil ze ook die niet missen. Want dat zit dan weer. Lekker belangrijk. Ja. Het is maar hoe ze het hebben wil, maar... Lekker belangrijk. Ik ben er een beetje klaar mee, met al dat gezeik van al die relaties en dingen en zo. Ja, precies. Ja, ik heb me best wel voorstel. Ben ik een beetje klaar mee, maar als het goed is begrijp je dat een beetje. Ja, nee, precies. Maar ik heb de afgelopen maanden natuurlijk niet... Nee, precies. Nee, ik heb een en ander naar mijn hasses gehad de afgelopen maanden. Dus ik ben er een beetje klaar mee met relaties. Ja, nee, precies. Dat is wat zeker is. Ja. Dat is, het is al veel mooi geweest met al het gedoe. Moet wel een beetje te doen blijven, zal ik zeggen. En dan heb je een goede vriendin en dan zie je dat ze een relatie hebt met iemand. En dan zeg je van, oh jee, ja, nou ben ik jou dadelijk ook kwijt. Ja, zo erg is het, hè? Ja, precies. Zo erg is het, hè? Een vriendin van maar die heeft nu ook een relatie. Het eerste wat ik tegen haar zei van, oh jee, nou ben ik jou ook kwijt. Oh. Jou ben ik dus ook verloren, nou. Nee joh, gek, waarom denk je dat? Ik zeg, ja, maar ja, ik zeg, zo ga ik denken op een gegeven moment, weet je wel. Op een gegeven moment heb je zoveel naar je hoofd gekregen. Ik weet wel ook wel dat het niet goed is dat ik zo denk, maar ja, zo ga je op een gegeven moment wel worden, weet je wel. Ja, oké, maar het hoeft niet speciaal voor iedereen dan te zijn. Nee, dat weet ik, maar ja, ik heb de afgelopen maanden, geen kleine gereden naar mijn hoofd gehad, geslingerd gekregen. Het heeft wel een deuk opgelopen, hè. Ja, dat is al zo. Ik heb er wel een flinke klap aan overgehouden. Ja, precies. Dat is wat zeker is natuurlijk. Ik weet ook wel dat het niet goed is dat ik zo denk, maar ja, op een gegeven moment denk je zo. Ga je zo denken, weet je wel. Dan denk je van ja. Ja, dat is waar, ja. Ja, het. In principe is het. Kijk, in principe heb je al genoeg dingen al meegemaakt waar je op die manier niet echt blij van wordt. Maar het. Dus nee, relaties voorlopig ben ik er even klaar mee. Ja, nee, precies, maar dat is wat zeker is. Ja, daar heb je al te genoeg voor mee gemaakt, zal ik maar zo zeggen. Ja. Mm-hmm. Ik weet ook wel van niet iedereen is zo, maar ja, op een gegeven moment word je wel angstig, weet je wel. Ja, dat is ook wel iets wat wel begrijpelijk is. Ja. Dat is ook niet niks natuurlijk. Dat is ook weer even een minderlijk ding. Nou, die 1791, die kan ik er ook even gelijk even opgooien. Dan heb ik die ook alvast alweer binnen. Deposit. Dan kunnen we alweer mooi wezen. Dan kunnen we weer op zo'n goede kantje. Zo. Wel goede kantje. Hoppakee. Dus even bellen, even kijken. Ja, maar even bellen, hè. Ik ken wel aardig wat auto's die ik moet pimpen nog. Voor mij waren het een stuk op 3 waren het er. Ook alweer niet meer. You need something, huh? Money right? Let me know. Had hij miauw bezig aan? Ja, kon je het ook, ja. Miauw. Ja, weet je wie dat is? Dat is Boquito. Ja, miauw, miauw. Boquito wil graag mee praten volgens mij. Boquito bemoeit er niet mee. Ga je mee bemoeien? Hé, oude vriend, hè. Oude lekkere jongen. Ja, we weten wie die andere stemmen zijn. Ja, hè, Boquito, hè. Lekkere dikke jongen. Oude vriend, hè. Ja, leuk is dat, hè? Dan ineens dan. Wel goed zeggen. Gaat hij ineens. gaat hij. Hoor je hem mouwen ineens? Ineens vanuit het niks ineens. Echt leuk.
Ja, dat was leuk inderdaad, ja. Dat was ja. Nou. Oh ja, die laatste auto die ik gekocht heb, dat was die Empire E3. Oké. Okay. Die heb ik gekocht. Dat is ook wel heel mooi, dat was ook niet verkeerd. Nee. Dat is ook wel weer een beetje... Maar ik ga nou eerst even al die auto's pimpen. En dan ga ik gewoon later weer sparen voor die tweede auto. Ja, dat is ook een beetje... Dat is de Ocelot, links. Oh ja. En dat is ook inderdaad al niet gerecht. Die is 1735. 1.735.000. Maar dan heb ik wel al die vier die sportauto's. Weet je welke het waren? Dat was de Lynx, de E3, de Tyrus en de RE7B. Zijn vier sportauto's zijn dat. Ja. Die staan allemaal achter elkaar op. Was bij Legend Derby, als ik het goed had. Was het Legend Derby Motorsports. Daar staan ze allemaal op een rijtje. Dat is niet verkeerd, hè? Dat is mooi. Hè? Ja, Legend Derby is het. Dan heb je ook nog de supercars natuurlijk. Ja, klopt. Ja, maar dit is allemaal van Part of the Cunning Stunts. Ja, de Lynx, de E3-1, de Tyrus en de Anis RE7B. Dat zijn ook alle drie sportauto's met van die stickers erop, weet je wel. Ja. Ja, die vier, die wou ik alle vier die auto's, die wou ik graag hebben. Dus, alleen de Ocelot links moet ik nog hebben. Oké, daar ga je nu voor sparen dan. Daar ga ik nou, eerst even sparen voor spullen om die auto's allemaal te pimpen. En dan, daarna dan ga ik inderdaad voor die auto nog. Dan heb ik die vier heb ik in ieder geval weer. Hey Ramon! Oh, zo stap ik in te gillen hier, ho. Mooi, hè. Dit, 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 dit. Hij was super, Mooi, hè. Superieur, hè. Ten. Even checken. Let me see wat ik kan doen. Hey, Mar, hij zegt een check, hè. Oh, heb ik weer een dubbel pakje check verdiend? Goed zo. Ja, ik ben bijna door mijn check heen, dus... Maar eigenlijk is er wel één ding wat er dan nog niet geldt nog eigenlijk. Want als ik alleen maar zou zeggen, alleen even checken, ja, dan geldt het niet. Dan moet ik het ja, maar wat was het nou, Ramon, voor check? Dan moet ik het woordje helemaal afmaken. Dan moet ik gewoon zeggen, van check en dan checken. Ja, weer een dubbel pakken check erbij, hè. Ja, hoor. Ja, ik was al bijna door mijn check heen, dus ik ben blij dat je dat weer zegt. Ja, tenminste weer twee pakken check erbij, hè. Kun je tenminste weer roken. Ja, dat kan weer. Ja, mijn check was bijna op, dus nou tenminste weer check heb ik nou weer. Ja, dat kan weer. Check, dubbel pakken check, hè. Dat scheelt weer, hè. Ja, mooi, hè. Het scheelt appels, het scheelt van de Rijnen, het scheelt sinaasappels, of het scheelt peren. Het scheelt sinaasappels. Of het scheelt, of wat scheelt nog meer, het scheelt ook zelf aardappels. Ook mooi. Ook nog eens. Ja, een beetje als extraatje. Zo, we moeten zo gelijk een beetje moeven, hè. Wat scheelt er nog meer? Even kijken. Of het scheelt. Ik heb het ook wel dingen in, wat scheelt er nog? Oh ja, het scheelt ook zelfs kilo's. Dat is ook. Dat is ook. Het scheelt kilo's, hè. Dat is mooi, hè. Ja, mooi, hè. Dat is super prima, hè. Heb jij weer gemist, hè? Ja, gemist. Oh, een shake wat idee. Ja, shake, ja. Let me see what I can do. Even kijken, zo gebied. Chaprier. Super. Ja, mooi, ja. Oh ja. Kom op, maar. Ja, mooi, hè. Ja, ik ga niet schieten. Ik wou je eerst even killen, maar dat doe ik nou even niet. Want dan kost het me weer geld, hè.
Laat me zitten. Laat me zitten. Ik zag dat hij in een... Ja, daarom. Ik zag hem zitten, maar... Ja, dat zou weer een beetje zonde zijn. Als je het dan weer gaat, dat zou weer zonde zijn. Ja, daarom doe ik het ook niet, hè. Laat me lekker gaan, hè. Komt mij dadelijk weer geld, hè. Ja, daar wil ik niet bij van, hè. Daar heb ik geen zin in, hè. Als ik nou uit de auto zou zijn, dan zou ze zeggen... Ja, dan zou ik je wel killen, ja. Maar als ik je nou kill, dan sloop ik ook die auto, dan kost het me weer poen, hè. Doei, laat me zitten. Laat me zitten. Laat me zitten, hè. Dan weet ik niet of ik wat alvast moet doen, dan moet ik zoveel mogelijk in auto's gaan zitten. Oh, dat is zo jammer dit, hè. Wat zou ik het beter niet kunnen zeggen? Ja, het optreden is, ik zal af en toe dan meer in auto moeten zitten dan als er mensen wel zoveel tijd hebben. Ja, dat ga ik ook eens even doen, even naar de casino, hè. Ja, dat is ook wel een goede idee. Mag jij van het afdraaien? Ja, dat moet ik ook nog doen. Er staat een auto op het podium, heb ik gezien. Oh! Ja, ik zou zelfs wel ook zo ver hier gaan inderdaad. Dat vind ik ook wel een goede idee. Dan heb ik nog niet doen. Even kijken of er iets te draaien valt. Kijken of er weer wat te winnen valt, hè. Ja, even kijken of er iets in is. Dat is ook weer mooi, hè. Ja. Let me see wat ik kan doen. Even koekeloed, hè. Hotseblad. Ho, een weggetje te ver. Ik moet even een weggetje terug. Ho, moet wel niet terug. Ja, ik moet even eigenlijk een weggetje ingaan, maar ik ging een beetje te ver rijden. Maar. Ik gewoon niet doen. Zo, gaan we gewoon weer naar de goede kant toe. Zo. Ja. Zo, er staat hier wat er staat hier wat in de brand. Hier, dat is niet zo best. Dat is niet zo best. De hele vloerbedekking staat hier in de fik. Zo, dat is minder mooi. Dat is minder mooi. Dat is weer niet zo leuk. Oh, je kunt nou niet de casino in, want dan krijg je gelijk brandende voeten. Alles staat gelijk in de fik hier. Oh. Dat is niet zo. Nou ja, ik schoot een raketje. Dat is minder. Molotov cocktails gegooid. Nee, van die raketten dingen van Oppressor. Nou. Oppressor. Ja, tuurtje is al bijna uit. Bijna, helemaal. Ja, ja. De vloerbedekking hebben alleen zwarte brandplekken, maar voor de rest. Is er wel iets te doen? Oh, hi, meneer de ambulance personeelman. Hiero. Hij is. Zo, hiero. Ik zal even lekker het ruzie zoeken met de ambulance personeel. Is mooi, hij is er, dat is mooi, hè. En super hier. Super, hè. Hoppa, en weer geld erbij. 300.000. Dat moet ik niet zijn, dat was het. Super deluxe, hè. En toen was ik ondertussen ook weer bij de casino. Dat was super. Dat is top. Nou, waarom kijk ik er nou niet in? Au. Zo! Oh, de ruit van de casino is kapot. Dat hoor ik niet. Ik kwam nog niet binnen, dus ik liep de trappen omdat ik niet naar binnen kon. Dan trapte ik een gat in het raam. Of naar in ieder geval een ster. Ja, dat is wel heel fiets binnen. Dat kan ook gebeuren, ik had het maar zelf fiets binnen. Dan als prima hebben, anders. Zo'n mooi autootje die zat trouwens. Mooi autootje staat er hoor, Rij. Dat is zo knieke keer. Als die kan winnen, dan vind ik het mooi meegenomen. Dit is best wel nog even winnen, maar ja, kijk wat goed. We gaan even zeggen, op het museum mag ik even wachten. Hè. Is mooi, hè. Dan ga ik hier weer zetten bij de rand wachten. Ja, oh, er voorbij. Bijna. Ja, 10.000 muntjes, kutzooi. Ja, dat is even wat doen. Ja, dan mag ik wel benieuwd wezen wat mijn dingetje zal zijn. Dat is ook een verder voor je. Nou, dan gaan we kijken wat Ramon wint hoor. Wat wint Ramon nou weer? Daar gaat Ramon hoor aan het rad.
Zo, die geven in één keer een flinke ruk trouwens. Ja, voor de verandering. En ik ben natuurlijk ook geen auto. Nee, jij bent RP. 10.000 RP. Ja, dan een beetje iets en iets, maar. Dan een beetje iets, zou ik zeggen. Ja, ik had 10.000 muntjes, dus die ga ik gelijk even inruilen voor geld. En wat moet je dan met die RP dan doen? Niks, daar kan je niks mee doen. Dat is alleen dat je meter omhoog gaat van je level. Ja, oké, dat is. Ik kan het ook maar weer nog goed zetten. Dan een beetje iets, niks in ieder geval weer, zullen we zeggen. Maar eigenlijk had het wel heel toepasselijk geweest als ik het ook voor elkaar had gekregen. Om dat was wel veel moeten gaan. Inhaal, moet hij weer die auto winnen hoor. Inhaal. Ja. Ja, dus inhaal ook, hè? Dat valt me niet. Ik geloof er toch niet zo gauw in dat ik het wel vijf zal moeten winnen. Dat zou heel sterk zijn. Dat zal best wel een keer komen, maar niet gelijk denk ik. Het is wel een mooi wagentje, ja. Het is wel een mooi wagentje. Ik zou gelukkig die auto die zou ik gelukkig wel voor iedereen wel kunnen, gelukkig dat wil ik nog. Maar je eigen eerder. Ik zou het eigenlijk voor iedereen even snel kunnen, het zal me niet even uitmaken of het allemaal eerst is of wat ik dan wil. Dat geef ik niet. Als het anders zou voor zijn, dan is het zo dat ik dan echt nog binnen. Dan heb ik maar allemaal ideeën gedaan, zullen we zeggen. Dat hebben we Ja. Ja. Dat weet ik niet. Ja. Dat weet ik niet. Dat zullen we zeggen. Dat hebben we super. Waar heb ik niet zo. Ja. Of nee. Ja. Of nee. Is je niet niks? Ja. Maar wie of die Nick, hè? Nee, niks wat dat allemaal is. Nee. Nee. Ja, Wally, ja, boy. Ja. Hey, weer, man. Hey. Ja, weer een dubbel pakken, Jack, hè. Man, ik hoef lopen weer een Jack te halen, hoor. Ik heb al 4-6 pakjes heb ik alweer verdiend vanavond. 6 pakken Jack, hè. Als ik zou zeggen, even checken zullen Pieter, dan is het zo. Nee, check, dubbel check, zei je, hè. Ja, weer een dubbel pakken Jack, het zijn er al 8. Oorspronkelijk, dan moet ik pas ingaan als ik check de check. Ja, weer een dubbel pakken Jack. Ja, maar wat moet je nou zeggen dan? Check eens een pizza. Nee, wat moet je nou zeggen? Dat ik een pakje check win? Wat moet je dan zeggen? Moet ik even een check dubbel checken? Ja, weer een dubbel pakje check erbij! Nou jongen! Ik was bijna door mijn check heen, maar nu heb ik weer genoeg gehoor voorlopig voor de eerste komende drie maanden. Ja, dat is goed weer. Dat is mooi, hè? Ik heb weer een dubbel pakken check erbij. Oh ja. Man, ik druk mij gerop, man, al die check van Ramon. Ja, mooi. Wel titaan, hè? Titaan check, hè? Dat rook ik altijd, titaan check. Ja, precies. Ja, want andere merken komen er niet meer voor. Dat hè? Tiet aan. Zeg, nou, heb jij een tiet aan? Ja, tiet. SMS tiet aan, hè? Ja, precies, SMS tiet aan. Nou, dat zal niet mooi zijn dan, als dat gaat gebeuren. Nou ja, dat is niet niks. Dat is niet best, zeggen. Wordt niet zo best, hè? Tot zover het nieuws van vandaag, hè? Tot zover het nieuws van vandaag, zullen we zeggen. En dan weer super hier. Zo, tot vandaag weer het nieuws, hè? Zegt hij dan. Ja, dat was het nieuws. Ja, voor de verandering, hè. Zeg maar, welke verandering? Ja, weet ik niet. Het kan er van anders zijn. Het zou maar gebeuren als je alles maar voor de verandering moet gaan doen. Nou, ook leuk. Nou, mooi, hè.
Zal het lekker voor de verandering thuis zijn voor de verandering? Of je zou maar een spelletje doen voor de verandering? Of ga alles voor de verandering doen? Ook mooi. Gewoon alles voor de verandering doen, maar ook weet niet niks. Gewoon stappen voor de of je gaat stappen voor de verandering, of je gaat, morgen weer dingen doen voor de verandering. Ga alles maar voor de verandering doen. Oh, dat is shaky hier. Ook vooral, dat is ook voor de verandering ook. Gewoon shaky voor de verandering. Even shaky voor de verandering. Is niet niks aan. Nee, ja. Ja, vooral een botsel uit de lucht. Oké. The worst. Niet niks. Momentje. Hé, je hebt het over Nick. Die gabbakken. Nou, dat mag hem niet eens. Nee, voor mij, ik heb zo'n gevoel, hè, dat je niet zo mag, hè. Dan kan je eigenlijk nog een beetje die Nick hebben van ons werken, want die zullen we nog maar uitdagen. Zo jammer. Ja, mooi, zo jammer weer, hè. Ja, dat is mooi, Ramoski, hè. Wow, chips. Lekker chips. Lekker chips, hè. Dat is mooi, hè. Chips is lekker op een beetje, dat is mooi, hè. Dat toch. Huppakee. Ja, mooi, en schade. Rijkt tegen de paal aan. Dat is alweer een dingetje wat weer niet mooi is. Tik net ten mijn voorbumper tegen de paal aan. 300 schade. Dat is weer niet zo mooi, hè. Dat is weer een beetje minder leuk, denk ik. Nou, dan moet ik toch weer een winkel overvallen dadelijk. Om dat geld terug te krijgen, hè. Ja, ook zoals dat is voor de verandering. Alles voor de veranderingen, hè. Nou, ja, voor de... Wat was het nou ook weer? Wat moet je nou ook weer zeggen? Om dat ik weer 2 pakjes krijg. Je doet chat dubbel check, hè? Ja, weer een dubbel pakken check. Weer een dubbel pakken check, Rob. Alweer? Mooi man. Ja man, ik zit te roken, jongen, hier. Ik steek je nou gelijk 3 tegelijk op, hè. Ja, ik heb toch genoeg check, nou. Speciaal voor Vincent, die gaat morgen pas weer meedoen. Want die ondertussen altijd knikkenbollen. Knikkenbollen? Ja. Ja, dat had het over. Je moet eens een keer van de drank al blijven. Ook dat is voor de bronning, hè. Dan moet hij eens een keertje van de drank al blijven. Heb je daar geen last van, hè? Nee, ja. Knikkenbollen. Knikkenbollen. Ja, vind ik knikkenbollen, hè. Ja, soms kan het beter, soms kan het dikker zitten, zo te zeggen. Ja, dat dan weer, dat dan weer wel, hè. Ja, ben je moe, ja. Een beetje mami. Een beetje yummy. Een beetje yummy? Een beetje yummy. Ik zou steeds vinden, ben je moe. Ja, ben je moe, ja. Ja, want wat is nou? Zo, wel een bal weer geweest. Ja. Ah joh, morgen stop zondag. Hè. Ja, daarom joh, lekker doorgaan. Even morgen lekker een uitrustdagje houden, zo zou ik zeggen. Even lekker een relaxdagje houden, laat ik zo zeggen. Lekker een relaxdagje. Zo. Hey, dit is het stukje hé, waar ik er net ook was. Met die rare bocht naar beneden. Zo heb ik hem 0 keer en zo heb ik hem 2 keer achter elkaar. Zo dan. Lekker bezig. Zo. Even een beetje geld bij een mannetje gejat. Nou, wat een dief van jij zeg, hé. Ja, want ik ging even twee nachten gepist, oh god. Ik ging even onbekend mannetje in het spelletje even een flikker tik geven, maar wat ook nou ook een beetje, maar een klein bedragje, maar een heel klein mini bedragje. Ja, dat kan ik wel weer. Dat kan ik wel weer. Hot zo vlot. Ik heb 2 nachten gevist, hè. Ja, dat kan ook gebeuren, dat
Ja. Een harde landing van een helikopter. Dat is hoppa. Oh, dit is er. Oh, dan zit hij vlakbij een winkeltje, die ga ik eens dus even overvallen, hè? Ja, wat voor je. Oké, we did it. Ja, he did it, hè? Zo. Oh, kut! Dat had beter niet kunnen doen. Ja, nou kan ik de geld niet meer jatten. Nou, dat is jammer. Nee, nou kan ik de geld niet meer jatten. Dat is minder mooi. Nou, heb ik wel een bounty, bounty maar geen geld. Dat is niet zo slim, maar... Dag politiemannetje, doei. Dag politiemannetje. Oh ja. Heb jij weer gemist, hè? Een mini gemeentje. Ik kan doen. Zo, gaan we even naar het kantoortje in het spul. Welk kantoortje? We gaan naar het kantoortje, hoor je dan? Ik ga eerst eens even dat winkeltje overvallen, want ik moet geld hebben. Nou, als je dan toch gaat overvallen, dan overvalt het me wel een beetje aan de hele grond. Ja, hier heb je een mooi winkeltje. Je kan lekker een winkeltje overvallen hier. Kijk. En overvallen wat dat doet? Hands up, motherfucker! Hands up! En nou opschieten met de geld. Oké, zet de biertje. Zo, die winkel is ook dicht voorlopig. Dan kan je voorlopig ook niks te doen. Ben je nou dat je al die winkels dicht kan gooien, hè? Ja, erg, hè? Ook al niet, Nick. Top. Oh. Staat shaky hier. Ja, shaky, want dit is een willekeurig autootje. Een willekeurig autootje. Hoepa. Joepa toep. Chaperier. Hippie de pip, hoppa de pop, hoepa de poep. Jippie de pip. Een beetje. Even kijken. Let me see, zo gelijk. Let me see what I can do. Waar staat mijn mooie autootje die ik pas geleden gekocht heb? Dat is niet. Die niet, hier niet, hier staat die niet. Oh, welke auto had ik nou gekocht? Locust? Nee, dat is hem niet, toch? Ocelot Lowlust? Nee, dat is hem niet. Ik had de E3 gekocht. Eruit. De E3 boek hebben, de E3. Mm-hmm. Waar is de E3 dan? Waar staat de E3? Ja, hier staat de E3. Kijk, deze auto had ik gepimpt. Haha. Deze auto had ik gepimpt, hè. Ik ga het eventjes... Ik heb weer wat geld bij elkaar gespaard, dus ik kan weer wat pimpen. Mm-hmm. Okay. Deze auto moet een beetje gepimpt worden. Okay. Hier, hoppakee. Allemaal 50.
De race breaks gisteren ik er gelijk op. Hoppakee, de bumpers. Racing. Juist. De Tomahawk erop. Hoppakee. De engine gelijk even pimpen naar level 4. En de Titan op. Pop. Die niet. Hoppakee. En dan de lights. Hoppakee. En dan de neonlicht eronder. Hoppakee. En dan de neonlicht rood maken. Juist. De livery is goed. De lost die is goed. De mirrors. Custom mirrors er ook gelijk op zetten. De kentekenplaat wordt iets Ultraxi. En dan de respray hoef ik niet te doen. De spoiler maak gelijk een grote erop. En dan de transmissie. Hoppakee. En dan de turbo gelijk erop. Hoppakee. En dan heb ik geen. En meer geld heb ik niet. Nee. Kiekele. Nee, hij is nog niet helemaal klaar. Maar ik heb al wel weer heel veel heb ik al aan veranderd. Dat is niet. Oh ja. Daar ben je Ramon. Even moet je komen kijken. Is een muziek voor. Je zit ook weer zo'n soort dingetjes mee. Zoals. Dat is mijn nieuwe auto. Ja, nou, dubbelpakken check. Weer een dubbelpakken check erbij. Dat is goed. Tutu. Oh, dat is niet slim, hè? Nee, mooi. Slim, nee. Er stond een muurtje daar zo. Ja, lul, wat doe je nou? Rijd je tegenaan die sukkel? Oh. Waarom die lul nou tegenaan rijdt? En niet even een beetje. Hey, welke klote. Kijk, dit is hem. Oh. Oh ja, ik zie het in dat. Dat is mijn nieuwe autootje. Dat weet je, hè? Ja, maar welke klote loopt er nou met te schieten? Dat is even een van de mannetjes die daar zo bij die andere waren staan. Die daar zo. Waren een van hun die dan ging schieten zonder zeggen. Dus ik heb het niet. Maar deze auto die er nu even in rijden, die moeten even wegbrengen. Dat is een goede vorm. Deze auto die mag dan weer gaan rijden, dat is een goede vorm. Ja, dat is niet goed. Nee, mooi, hè? Dat is helemaal superieur. Ja, nou zo superieur, hè? Ja, goede vorm. Helaas heeft deze auto wel al een beetje schade, maar dat komt omdat een van de andere mannen dat hebben gedaan. Maar dat is niet niks, hè? En hij heeft het nog eens. Oh, dan kun je politie achter mijn reet dan om. Ja, dat is wel weer een mooie. Maar ik heb alweer een hele hoop dingen gepimpt vandaag. Welke mogol loopt er nou met te schieten? Dat is even. Zou je dat even goed? Loopt er weer een of andere lul op met te schieten? Dat is minder voor je. Dat is niet zo moeilijk. Jatse. Oh, hij loopt te schieten op, maar. Ook al niet wat. Jatse. Ja, van. Poppistooltje. Pang. Bang,
Ik ging met die auto die ik net ging bijna botsen, maar dat ging net goed. Moet je nou, joh? Klote viool. Klote viooltjes. Allemaal klote viooltjes. Ja, werd ik doodgeschoten. Dat is minder mooi. Ja, en mijn auto in beslag genomen. Ook. Ik heb die auto net gepimpt en nou weer in beslag genomen. Precies, nou, ik ga hem gewoon terugjatten, ja. Maar auto, die krijgt steeds meer schade door andere mannetjes. Dat wordt niet zo beter. Een beetje minder. Jatten ook teruggedaan. Natuurlijk ga ik hem terugjatten. Ik ga er niet voor betalen, ik moet hem gewoon terug hebben. Ik ga de politie niet... Delivered. Zeg je nou, heb je wat op je leven? Nou, dat is niet best hoor, als je wat op je leven hebt. Hou wat op zijn leven, zegt hij. Dat is niet best. Dat is met de liefde, hè? Ja, zie je, hebt het weer op zijn leven, hè? Ja, je hebt het weer op zijn leven, hè? Heb het maar op zijn leven constant, hè? Ja, dat wordt niet best, zal ik zeggen. Dat wordt niet best. Kijk, daar staat mijn auto, hè? Die klootzakken die hebben mijn auto weer in beslag genomen. Dat is niet zo mooi, hè? Dat is een beetje jammer. Een jammer momentje. Even kijken. Let me see. Gaan we even als op de computer maar weer zitten voor de verandering. Nou, dan kom ik er niet op. Normaal zet ik die auto altijd hier neer en dan kan ik er overheen klimmen. Nou, dan doe ik het wel anders. Ja, dan dat hebben we niet meer. Even koekeloeren.nl. Daar hebben we die ze weg. Zo, hallo. Zo, gaat het, Ramon? Ja hoor. Het was even een klein grip tussen en moeken. Ja hoor. Kan het ook. Hoppakee, ik heb mijn auto alweer terug. Ik heb mijn auto alweer terug gejat. Daarom zeg ik toch van... Ik krijg niet zomaar mijn auto te pakken. Oh shit, een lekker band. Dat is niet zo mooi als ik het doe. Geen bulletproof tires dus. Nee, nog niet. Daar had ik geen geld meer voor. Nee. Dat wou ik wel doen, maar ja, dan moet ik even weer geld hebben. Hè. Ja, dat doe ik. Dan krijg ik even te weinig geld voor, hè, op de bank. Ja, dat moet ik wel even doen. Nou, zo, één band. Ik heb volgens mij twee banden die verrot zijn. Mooi, ja. Oh, zo. Zo, mijn auto is echt helemaal vernederd.
Kijken, doen we zo. Voilà, die voilà, die. Oh shit, ik krijg gastje nog maar aan, wel. Het zit een beetje vast hier in de tunnel. Zo, maar ik ben eruit. Zo, zonder banden rij ik terug naar de garage. Rob de Ghost Hunter is dat. Maar dan monsieur Ghost Hunter. Monsieur Ghost Hunter. Meneer, monsieur Ghost Hunter. Radio. Check. Super. Yalali, yalala. Wat zeg je nou? Rob. Ja, het is een mooi. Nee, het is Rob. Ja, maar dan moet je dat dan, hè? Ja, monsieur Robbie, hè? Ja, dat is helemaal super, hè? Zo, nou, mijn auto is weer binnen en hij is weer helemaal gefixt. Ja, dat is beter, hè? Dat is mooi, hè? Dat is topje op hier, zo dat is. Tip top top, en dan zit het weer op. Zo, nou, mijn geld is weer binnen. Mijn auto is weer binnen, bedoel ik. Huppakee. Mooi, toppie en joppie. Helemaal super. Nee, is helemaal niet super, ja. Nee, het is niet super. Alweer niet anders, zoals ze. Even kieken, zo op fiets. Kieken de kiek. Kieken de kiek, 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 kiek. Kiek, kiek, kiek en dubbel kiek, kiek. Kiek. Maar ja, super hier, hè. Hartstikke vals. Pimpom, pet, het is het. Een beetje zo. Even het een trui. Ja, dat heeft wel niet niks op zitten. Even het hinteren nog even. Ja, dat is niet verkeerd om het hinteren. Super. Tot nu toe nog steeds geen schade gereden. Ik wou nog niet, maar ik hoop dat het blijft. Nee, moet ik maar even zien. Want als ik zo'n schade die hinteren heb, dan kan ik ook weer een beetje weer extra geld weer bij krijgen. En dat schiet ook weer op. Dan scheelt het weer een hoop. Wat ik niet. Zo heel lang zonder schade.
best is gewoon niks maken, dat is gewoon niet. Ja, ja. Dat is één. Dat is één. Nog meer is de target. Ja, maar op zich wel toevallig eigenlijk. Want er ging een auto langs waar je tegen me aan eigenlijk. En toch is er nog geen geld gegaan. Dat is wel een beetje eigenlijk. Dat is maar een schrammetje. Ja, hij ging met een schrammetje er voorbij eigenlijk. Hoppa, dat is mijn tweede target. Maar die schermetje die op de auto zit, dat is wel een vrij goed schermetje, maar toch heb ik geen extra geld over. Dat is makkelijk eigenlijk. Dat is schitterend. Wauw, cheeky vreemd. Wat is het? Oh, dat is in de garage. Een garage. Ja, in de garage. Hoppakee, weer target naar de grote. Dat is niet niks, hè? Dat is niet niks, hè? Rik dik. Miro. En weer geld erbij. En weer door. Ja, precies. Optie. En door. En door. En één gehoor. En weer door. Bij geen gehoor, dan ga je ook niet tussendoor. Bij geen gehoor, dan ga je ook niet tussendoor. Zo. Ik heb echt geld erbij. Even kijken bij mijn arcade. Nog geen, dan ga ik naar zo'n arcade. Kijk, dat ik daar nog even wat geld kan halen. Ja, even wat geld kan. Nee. Ophalen. Nee. Ja. Ik weet niet wat erin zit, dus. Ja. Ik weet het ook niet. Moet ik even kijken. Oh, kijk, ben even een andere dingen te zien. Ja, laat me zien wat ik kan doen, hè. Ja, mitrailleur. Zeg nou, mitrailleur. Ja. Heb je last van je mitrailleur? Hij heeft last van zijn mitrailleur, Rob. Ja, dat is goed. Hij heeft last van zijn mitrailleur, zegt hij. Nou, dat is de beste, kijk maar. Dat is de beste. Last van zijn mitrailleur. Ja, hij heeft last van zijn mitrailleur. Ja. Geen gevaar. Ja, dan heb je dan geen gezaal. Ja, even geen gezaal. Ja, maar dat is iemand anders een meme, hè? Oh, ja, dat is geen gezaal, hè? Dat is iemand anders een meme, hè? Dat doen we niet meer aan, hè? Ja, nou, oké. Okay, diegene kennen we niet, hè? Diegene die kennen we niet. Oh ja, nee, precies. Dat is inderdaad hetgene wat we inderdaad niet moeten kunnen. Dat de nieuwe meme die sinds kort is, dat is alleen van het onderwijs. Geef het een plekje. Ja, dat bedoel ik. Geef het een plekje. Dat is even de nieuwe meme. Geef het een plekje. En dan geef een stekje. Geef het een klekje. Geef een stekje. Of geef het een stekje. Geef het een stukje. Geef het een stukje. Geef het een rukje. Ja, of geef hem een rukje. Of Oh, dat is slecht, hè. Of geef het een likje. Nou, Ramon. Ik mijn gedrag nou is. Ja, dat kan je niet maken. Boek, hè? Een likje heb je al gehad, ja. Ja, ja. Ja, ja. 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 Ja, tuurlijk, chef. Tuurlijk. Dat is mooi, hè. Ja, tuurlijk. Tuurlijk, ja. Helemaal super. Dat is verdien niks, hè. Super, dat ik zo. Even checken, weer zo'n gebied.
klopt. Pidonski, Pidonski. Pidonski, Pidonski. We zijn nou Ramonski, Ramonski. Ja, dat zou ook kunnen. Ramonski, Ramonski, ja. En Ramonski dat die is. Ja, ook. Het is echt een Ramonski, hè. Een superski, hè. Ja, en mijn bijnaam even darten, is dan gaan we even darten. En mijn bijnaam is iets meer Monski. Ja, we gaan wel even darten. Nou, kom op dan. Maar ga je nou niet darten? Niemand. Nee, dat doet hij niet. Nou, waarom kijk ik nou niet darten? Oh, hier. Nou, dort dan even. Ja, 5. Ja, even darten, kom op. Ja, je kan het. Ja, even darten, kom. 3-0-1. Hiero. Hiero. Hiero, 135 gescoord. Dat is niets, niet. Hiero, 60. Nou, 20 toppie. 46 over. Oh, 46. Oh. En topsover. Ik heb daar 40. Tip tot top. Oh, dat is te hoog. Ja, tip tot top. Helemaal tip tot toppie. Even checken. En we zo piepen. Oh, gooi ik hem in de trip. Gooi ik hem in de enkel naar 20. Nou, dan moet ik dubbel 10. Mm-hmm. Mooi, ja. Superieur. Tip tot top. Oh, mis ik hem. Dat vind ik niet zo mooi. Hè? Ja, maar na een menu heb ik hem wel. Oh ja, dan schiet het toch weer iets meer. Hè? Dat schiet er maar weer een hoofd. Nou, heb ik hem wel gegooid, Rob. Nou, mooi, hè. Dat is wel een superieur. Hier, oh. Dat is gelijk al een triple. En nog een triple, jongen. En nog een triple erbij heb ik 180. Ja, dat is mooi, hè. Ah, 140. Net niet. Nee. Jawel! Oh, ik gooide. Nee, hè? Wat gooide ik nou? Nee, ik heb 180 over nou. 120, 60. Oh, gooi ik 180 uit? Oh, 100. Nee, dat kan niet. Hè? Nou heb ik er 100 over. Hè? Ook kan niks. 60, 80 heb ik er ook 100 over. Nee, dat ga ik niet redden. Wat voor jammer. Moet ik eigenlijk een triple hebben? Dat tegen zeg ik gewoon. Juist! En een triple, 140 gescoord, 40 over. Ook al mooi, ook al mooi. Ja. Super. Ook al mooi, hè? Oh, mis. Ja, ook al mooi. Ook al. En check. Ja, dubbel check, hè? Hey, ja, hey, weer een dubbel pocket check. Weer een dubbel pocket check erbij. Mooi, man. Ja, ja, hoor, weer een dubbel pocket check, hè? Ja, ik denk dat, laat ik even wat leuk op zeggen. Ook mooi, hè? Ja, toen je checkt, zei je dat dan lag ik wel. 180! Ja, mooi, hè. Ook al weer niet niks. Nou, heb ik hem wel 180, Rob. Mooi, hè. Nou, gooi ik hem wel. 180! Dat is mooi, dat is mooi. Dat is weer mooi meegenomen. 62 over. Nou, mooi. Dat is niet slecht. Nee. 50 over. 40 over. En te hoog. En te hoog. En erin. En pa. En weer door. En weer door. Dat zeggen. Zou je moeder ook? En weer door. Dan moet je. En weer door. Zou je mami ook? Zou je mama ook? Of dat zei ze papi ook? En wat zit er? Mooi, hè? Tjonge, jongen. Zo slecht, hè? Mooi, hè? Helemaal super. Zo slecht. Zo recht. Ik bedoel, zo slecht. Mooi, super. Zo aanrecht. Super. En een toppie oppie op zijn kopie. Toppie oppie op zijn schalakopie. 102. 82 over. Dat is ook niet. Noem maar zo, plons zat. En 62 over. En 42 over dan, dag. Wat de flats. Dan is er. En 32 over. Ja. Dubbel 16. Ja. En check.
Hé, hey, dan zeg het zelf ook. Check. Nee, ik zei check, hè. En dan zeg Ramon. En dubbel checken. Ja, weer een dubbel pocket check erbij. Boeien. Weer een dubbel pocket check van Ramon, hè. Ja, dat dubbel check dat is. Dubbel pocket check, hè, van Ramon, hè. Ja, en de check dat het is. Een super check, hè. Een super check. Ja, nou, dat is zo, even het wegbrengen, hè. Ik ben bezig met VIP-werk, dus... VIP-werk, sowieso, dat is niet verkeerd. Dat is niet verkeerd. Hey, wat zeg je nou? Ben je aan VIP, ben je bezig met VIP-werk? Ja, VIP-werk heb ik. Ah! En VIP wat je doet, joh! Ja. Zo, nou inderdaad, ja. Nog even, mag ik bij zeggen, nog even boeken. Nog een paar van die roos van je, zeg. Mooie... En check. Nee! En geen dubbel check. Nee. Ja, en weer een dubbel pocket check erbij. Ja. En check. Ja, en dubbel. En weer een dubbel pocket check. Dat is mooi, jongen, die Ramon, jongen, die geeft maar die jilt graag een pocket check uit, hè. Ja, daarom. Voor de verandering. Voor alle goede veranderingen, hè. Zo zeggen. Ook wil je niet niks, hè. Maar in willen ze zijn weg ook, hè. Zo zeggen. Ik ben superieur, moeterieur. Hoppakee. Oh, een botsinkje tussendoor. Nou ja, dat heb je wel eens ondertussen, maar dat heb je wel eens tussendoor. Zo. Hatsje. Wow, 72,80. Dat is nog niet echt veel. Nee, dat is ook niet veel met data. Nee. Nee, ik bedoel in de kas. Oh. Dat kan ook nog, ja. Dat is in de kas, ja. Kas van Iesel. Kast van Iersel. Kast van Iersel. Ja hoor, kast van Iersel. Mooi, toevallig is wel een hele... Kast van Iersel dat het is. Wie was dat eigenlijk, kast van Iersel? Ja, die is toevallig... Ja, dat was volgens mij van een hele bekende... ik dacht van het programma, maar ik weet het niet zeker meer. Ja, kast van Iersel. Het komt wel bekend voor. We hebben een presentator of zo van het programma of zo. Kast van Iersel. Ja, dat was van vroeger een beetje eigenlijk zo'n soort... Kast van Iersel, hè. Kast van Iersel dat hij is. Ja, dat ook. Dat is even niet niks, zal ik zeggen. Helemaal weer super. Wat is dit dan? Superdeluxo.nl. Oh, dit is weer een garage van mij. Hè? Mm-hmm. Ik heb een garage hier, oh. Dat is mooi, hè. Het kan maar mooi een beetje voor de verhoging. Hoe is die garage dan? Ah, is dat mijn garage, joh? Okay. Ik heb ineens een garage. Er staat een of andere auto staat erin. Wat, die... Ja. Die arcade? Nee, aan de overkant. Oh, hé. Heb je daar een garage staan dan? Ja. Oh, oké. Ja, het is mijn... Als het goed is, even kijken. Ja, het is mijn personal vehicle, dit. Oké. Okay. Mm-hmm. Oh, dat is een hele goede dan. Ja. Een Albany Buccaneer Mussel. Buccaneer. Ja, wat heb ik aan die auto? Dan was het goed, maar even anders. Zo. Zo, die auto heb ik opgeblazen. Ja. Hij was toch niet verzekerd, dus ik kan hem toch niet terughalen meer. Nee. Maar je hebt wel politie achter je aan. Ja, nu wel, ja. Oh, politie. Okoninix.nl. Ja, maar wat heb ik aan die auto? Dat wil ik wel niet. Een buccaneer. Nou, daar heb ik niks aan die auto. Nee, zie je, ik krijg hem niet terug. Zo, die auto ben ik kwijt. Maar mooi, hè. Ja, waarom ook met die auto ook niks? Nee, ik kon helemaal 999. Nikkers nakkers naar de zon. Jawoel. Jawoel. Alzo. Jawoel. Jawoel. Ach zo ja. Super ja. Axel, hè. Hallo, die bent die zeiger. Nee. Oude die ook ondertussen ook al. Kunstgebied. Hè? Die ook ondertussen al kunstgebied hebben, zo te zeggen. You need something? Nou, lekker belangrijk. Let me know. Ook de rest zou je moeten hebben.
It's on the way. Ik denk dat het meer over je, het is meer onbelangrijk. Hotse hotse vlots. Is je mooi? En in dit momentje.nl. Is het smooi? Smooi? Nee, smooi, is geen mooi. Is het smooi? Is helemaal smooi, ja, hè? Ja, ik ga het wel even neerleggen weer. Ja, ik ga het neerleggen. Weer genoeg gegamed voor vandaag. Ja, precies. Loop ik nog game 2 uur en 4 minuten. Zo. Ja, dat is niet gek. Nou, dan ga ik nog even kijken of ik nog één keer even iets met security kan doen. Nee, dat gaat niet. Als ik mee zit. Nee, dat gaat niet. Ik moet nog wachten. Security? Of VIP-werk bedoel je? Of op VIP-werk, maar dat kan nog niet. Zei ik net, al ben ik mee bezig. Oh, daar ben jij mee bezig. Nou, dan gaat dat niet daar. Dan gaat dat niet daar. Dat gaat niet daar. Nee. Dat gaat niet dan, hè. Dat gaat dan niet. Oh, wat je wat ik nog wel even kan doen. Even kijken of dat ik wat spullen kan verkopen. Nou, dan zien we dat ook niet verkeerd. Dan moet ik even naar mijn casino. Of naar mijn nightclub. Ja, dan zullen we dat niet verkeerd hebben. Nightclub. De nachtclub. Dat is super. Moet ik eens wel weer 30 kilometer... Nightmare. Moet ik eens weer 30 kilometer... Oké. Oké! Wat ook? Hè, was het nou ook? Gay? Ook gay! Hey, ja, natuurlijk. Hey Joost! Hey Joost, ja. Ja, dat hoor je bijna niet zeggen, hè. Hey Joost! Joost, ook gay. Zo jammer weer, hè. Hey Joost! En ook okay, William, en oké, Albert. Ook gay, hè. Ja, en Goh, Ramon is ook gay, hoe kan dat? Ja, Ramon is ook gay. Nee, Ramon is ook gay. Hij vindt het oké, okay, want hij is ook gay. Oh. Hij vindt het oké, okay, want hij is zo ontzettend gay. Nee, dat niet. Ramon vindt alles oké, okay, want hij is zo gay. Ik ben weggegaan. Ook weer verdiend, Nick. Hey Rob. Ramon vindt alles oké, okay, want hij is ontzettend gay. Nee, dat ben ik niet. You got a moment for your own mate Dave? Solomon ain't too pleased with the way this setup sounding and he wants some new equipment. Can you go out and get him some? Nice. AKEN Records are plenty of spare. Well, it's probably spare. Take one of their vans and bring it to the club. Even checken. Ja, mate. Dat kan niet wel weer. Mij toch. Een goud shirt. Ja, mate. Een goud shirt. Wat? Ja. Een goud shirt. Wat krijgen we nou weer? Steal the music. Oké. Even checken. Let me see what I can do. Nou, gaan we dat doen. Jij kan doen. Nee, helemaal niks. Nee, helemaal niks. Ik weet niet. Oh god, ik moet even betalen, hè. Ja, mooi. Wat zo vlots. Go to the... Gaan we alweer, ja, hoor. Go to the Jello... Jello check-in. Mijn property utility. Mijn assistent betalen. Bunker staff en utility. Oh god, zo. Ga lekker dan. Hij is ook gay. Als hij niet... Hij is ook gay. Nog meer man, Simon, die blijft me betalen. That's you! Zo, hallo. Nou, ik ben corona. Ja, corona. Ja, nee, dat was niet gelukkig. Nou, dat is niet hopen dat hij. Dat is niet hopen hoor, voor je dat je corona hebt. Nee, dat zou je dan niet. Dat is niet best. Gelukkig mag ik wel wezen dat ik niet heb dat ik dat heb. Dat was een beetje kiemen. Heb ik het gelijk verkeerd gedaan? Nou, dan gaan we weer terug. Oh ja, dat is ook weer een leuk iets. Wat? Ook corona. Zo, corona. Ja, ik begin erover en raak ervan gelijk niet. Corona. Joma.
Met je kribbel in de neus. Wat zeg je nou? Met je kribbel in de neus. Oh, wat zeg je nou? Heb je kribbel in de neus? Ik hoorde net je oma. Ja, je oma. Je oma. Corona. Hey, je oma. Nee, waar was het? Je oma. Ik doe zo sneu, ja. Ik ken hem wel, een leuke grap, weet je wel. Ik had een keer een maat van me. Die ging paintballen. En als je dan, hoe heet het nou, moet je ook een naampje invullen, moet je dan, weet je wel. Ja. En er had iemand gedaan je oma als naam. Okay. Dus op een gegeven moment werd diegene beschoten en stond er echt zo van hit bij je oma. Ja, dat is even iets minder dan. Dat lijkt me ook wel leuk in GTA, dat je dan dingen zijn dan... je bent doodgeschoten door je oma. Ja, precies, je oma. Nou, ik ken toevallig een speler, weet je al. Ja. Die heet echt in het Engels stad Your Granny. Ja, hit by your granny. Ja, geraakt door je oma. Ja, precies, je oma. Ze zijn wel een beetje je oma. Ja, dat is zo. Dat is ook busje. Ja, hè? Of wie heb je het? Ja, die oma. Elke keer als je iemand neerschiet, your granny killed. Ja. Oké. Ja, dat kan ik ook wel weer doen. Je oma. Je oma. Ja, ga overal dat op zeggen, je oma. Dat moet ik wel lekker doen. Ik ben ook niet een komiek, maar ik ben ook je oma. Ja. Nee, je bent niet grappig. Even laten we zo over je hebben. Ja, over je oma. Lekker binnen. Ja, lekker binnen. Mooi dat die bezinking maar. Over wie gaat het? Over wie heb je het? Ja, over je oma. Oh, ik heb mijn portier doorgeschoten en een paar bezoekers. Okay, well, I guess we gotta do some marketing. Ja, fire. Flyeren met een budget, hè. Dat was mooi, hè. Hoi, Ramon. Dat was mooi, hè. Ja, heb jij weer gemist, hè. Hij stond te shake, jongen. Oh. Ja, zei je moeder ook. Dat was niet normaal. Zei je mama ook. Ook kon het niet. Zei je mami ook. Ja, boeie. Is dat zo? Zei je dat? Ja, zei je mama ook. Super. Ha. Oh gut, wat heb ze een mooie schoenen. Oh, zo jammer weer, hè. Ja, joh. Nee, het mag rennen, maar het hoeft niet, hè. Dus, oh gut, wat heb ze weer mooie hakken, hè. Jongen. Zo jammer weer. Het is zo jammer weer dit, hè. Ja, mooie. Dan wat goed, maar je was altijd oh gut, wat is het weer leuk spelletje. Ja, dat maar zo. Nou, hoppidididoe. Hoppidididee, hatsikidoe. Hatsikidoe, hatsikidee. La 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 la. Jatsee, jatso, jatsee. Even checken. En we zo gepiept. Ja, ben je zo gepiept? Ja, zoiets. Het kan ik maar weer mooi wezen. 400 in mijn safe. Nou, dan ga ik het dus niet uithalen. Vind ik wel een beetje erg weinig, 400. Gewoon flink uit laten bouwen. Ja, 400 dingen. Nou, daar heb je ook lekker veel aan, maar 400. Hoor ik ook, had je 4200. Niet niks momentje, Poetin. Mooi, hè? Ja, precies, mooi. Je moet super mooi, hè? Heel plezierig. Dan, mama, mama. Is mooi, hè? Godverdomme!
Ja, dank hem wel. Toevallig zei Dukkie dat wel, van Voeper hier, hè. Hatsiki, wat is dat? Sapidie. Ja, ik zie Ramon rijden, hè. Ja, dat is niet verkeerd, hè. Dat is mooi. Ik kon net ook niet even lieven. Hoi. Ja, dat is mooi, monsieur op je. Ja, joh. Lo, je ziet dat ik ook kom rijden. Paardenlul. Ja, ziet hij dat ik ook kom rijden en toch doordouwen, hè? Oh, je bedoelt Paardenlul Inc, hè? Ja, Paardenlul Incorporated, hè? Paardenlul Incorporated, hè? Ja, dat is ook mooi, hè? Oh, ik mag hier zo een paar mannetjes gaan nikken, als er die... Nou, dat kan nog heel goed in. Ja, en een hele jacht hier aan. Even kijken. Ik ben lekker aan het flyeren voor mijn casino, voor mijn discount. Ja, ik ben spullen aan het wegbrengen voor mijn discount. Ja, mooi man. Zie je maar, iedereen is weer wat aan het doen, hè. Gezellig. Ik ben spullen aan het wegbrengen voor mijn discotheek. Oké. Even kieken zo gepiept. Hè. Ja, even checken zo gepiept, hè. Oh, dat moet je nagaan, hè. Die paar uurtjes stond ik op eerst op 8,6 en dan staat het op 8,9. Ja. Ze heeft toch weer even 300.000 erbij verdiend verhaal. Doet, hè? Ja, zoiets, hè. Ja, joh. Hè? Hoe kun je dat dan? Wat? Jezus Christus. Oh, dan moet ik nog twee weer wegbrengen. Oh, ik dacht dat ik er al was. Nee, natuurlijk niet, hè. Oh, en dan moet je natuurlijk weer die Securo doen. En dan moet je weer dat doen. Oh, wat een kut. Wat? Oh nee, je moet ook weer die code. Ja, kut. Toen was ik weer te doen. Zo, heb je in één keer je warehouse gedaan dan? Ja, even wachten. Even kijken. Wat? Ik had hem toch gelul. 38, 80. Een minder dingetje. Nou wel. Dan was het wel. Soms zit het mee, soms niet. Nee, je moet de code kraken en dan krijg je de signaal te zien. En dat moet drie keer. Oké. Ook dat hadden we het ook hier gedaan, ja, met het wegbrengen van de spullen op de signaal. Ja, ja, dat heb ik nu ook. Dat heb ik nu ook. Signaal van Destroy nightclub goods to earn cash and RP. Superieur moet er hier. Ja, tegen me aanrijden die mogol. Even kijken. Dat netjes landen of wat dan? Dat schildert weer een mooi hoopje aan. God, zo mijn rug. Nou, van de ene heli naar de andere heli, hè. Ja, joh, tuurlijk, joh, mijn rol. Moeilijk, hè, rijden. Jezus Christus, ze hebben allemaal gol, zeg. Sommigen kennen echt niet rijden in dit spel. Oh, ze vinden dat niet leuk. Knal ze gewoon kaart tegen je aan.
kijk ook echt niet uit de doppen. Nee, daarom juist. Doppen? Nee, dat doen ze niet, nee. Dat is ook niet, ik zeg dat... Nee, inderdaad, hè. En nog super. Een super. De super deluxe. De super deluxe, zeg je dan, hè? Ja, joh. Tuurlijk. Ja, tuurlijk, joh. Rij maar af helemaal naar de klote, die auto. Nou, dan moet ik weer die kut app openen. Dan moet ik weer. C. Fout. C. E. A. M. P. I. E. Greenpie. Greenpie. Nou moet ik weer 5 kilometer rijden. Godver, niet mooi zeg. Hey Ramon. Ramon, hij met zete luchtballon. Ja, zo. Een schietballon. Ja, Ramon, hij met zete luchttampon. Ja, dat is een weer niks. Met zete luchttampon. Ramon met zete luchttampon. Oh, moeten die mensen eigenlijk zullen zeggen. Nee, ja. Sappe die J en sappe die J. Inderdaad, hey, yo. Ja, yo, met je panje, yo. Ja, dan moet je wel rijden, Marco, want anders dan gaat de tijd op. Ja. Dat is ook niet niks, hè? Dat is ook niet niks. Ik ga het wel redden, denk ik, hoor. Super, zover hoef ik nou niet meer te rijden. Ja, ga aan de kant met je slome duikelaar auto. Zo. Laat de bestelling maar komen. Mochtel. Hey gewoon! Wat doe je? En de groeten van Ruud. Die zei acuut, ik huur een meid al een minuut. Ja, Ruud. Wat doe je? Ruud zei een resoluut, ik huur een acuut een werf al een minuut. Nou. Ja joh, rijd helemaal over. Ja joh, over de kop nog een keer met mijn bus. Ja hoor. Doe je goed voor elkaar, nee, man juist. Doe je goed? Ja. Koppeltje daar gaan met je bus. Ja hoor, ja. Michael. Ja hoor, Michael Kleinhout. Ja, die zegt het ook altijd van doe je goed. Ja, morgen. Dat doet het goed, een beetje goed. Ja, Michael, ik doe het goed hoor. Oh, kut. Oh, fuck. Ik moet nog 9 minuten, maar ik zit in een, ergens in een heuvellandschap. Ja, en nou zit ik vast. Dat is niet meer.
Waarom kan ik nou niet meer omhoog rijden hier, ho? Ze zijn een beetje aan het schieten en even kijken waar we zitten misgaan. Godverdomme, ik ben er bijna, hè? Ja, dus, dat is ook niet niks aan. Ik ga gewoon kijken of ik aan de andere kant erin kan rijden. Oh ja, hier wordt het wat minder stijl. Nee, niet daar. Gewoon hier rijden, klootzak. Voor de goede zaak, hè. Alles voor de goede zaak. Echt, toch wel een idioot, jongen, die gozer, echt. Dat is minder, hè. Wat een teringidioot, zeg. En daar word je niet vreemd van. Nee. Ja, dat moet ik boven weten, zeker. Tjonge, jonge, 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 wat een kut ding, hè. Ja, dat is minder, hè. Dat is niet zo mooi, hè. Ja, nou zit ik vast weer. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Ik kap het dadelijk mee, want ik word hier helemaal gek van. Echt. Echt, jongen. Hier kan ik weer niet heen rijden, want er zit weer een dinges. Godverdomme zeg. Ik zit helemaal vast. Dat was goed, maar net was anders. Nou, jongens. Dan maar zo. Je hebt ook zo lekker grip met dit busje, maar niet heus. Nee, niet echt. Nee, dat wordt het. Wat is ook niet lekker. Als je zit. Oh, je zit daar in de berg, joh. Ja, joh, man. Ik zit godverdomme helemaal vast, joh. Maar ik heb hem. Oh, jij hebt hem. Mooi. All goods successfully sold by the buyer. Gaat ze me bellen? Oh. Nou, dit keer neem ik niet op. Er is eentje via een duo-app aan het bellen, maar... Rot op. Wie dan? Eigenlijk dat vind je dan eigenlijk, maar in principe, ik wacht even met opnemen eventjes. Dan zorg ik dan wel eventjes dat ik straks wel even ga terugbrengen. Als ik klaar ben, dan kan ik altijd nog een beetje bij kwartier gaan. Ja, sowieso. Met in principe, ja, ik vind het sowieso niet erg. Maar het zit hier een beetje, maar als ik dat van terug wil, dan wel. Nou, ik ga het ermee stoppen, jongens. Ja. Nou, ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Ja, dit was even weer een andere video dan normaal. Normaal is het af en toe wel eens live. Deze was al van tevoren opgenomen. Ik bedank jullie allemaal weer voor het kijken. Ik bedank Rob en Ramonski. Ja, graag gedaan. Dat is helemaal goed. En het was weer gezellig, hè. Even een lekker avondje weer uit de GTA, hè. Dus. Ja, toch niet dan. Ja, toch niet dan. Dus ja, thanks for watching. Groetjes van deze kant. En tot de volgende video maar weer. Bye bye. Hoi.